De Koolman met een schroef erin. Geweldig. Standen spreiden. Anderhalve kaart. Ellegreep. Moeilijke greep. Nu naar de ondergreep. Doorsteken. Dislokeren. Ja, heel goed. Door de handstand heen. Reuzentrein ondergreep. Doorsteken. Dislokeren. In de ellegreep nu. Halve trein naar boven. Anderhalve trein naar ellegreep. Super moeilijk. Weer halve trein naar boven. Hele draai. En nu op weg naar de afsprong. Tempo maken. Dubbele salto. Dubbele sprong. Wat een kanjer is onze Efteling-kokker. Ja. Wij waagden het toch maar even om de Koolman-techniek toe te passen. Hoe voelde dat? Ja, op zich best goed. Kijk, het is misschien een moeilijke uitvoering. Maar het voordeel is, als je een schroef doet, dan kun je direct op één zien. Als ik op zo'n schroef zou doen, dan was het risico misschien nog groter geweest. Hé, hey, dat was een wijze les, jongens. Luister goed. Wat zegt Epke nu? Als je een dubbel salto over de rekstok maakt, kun je op een bepaald moment de rekstok zien. Maar als je er een hele schroef in maakt, kun je namelijk eerder de rekstok zien. En kun je dus al eerder oriënteren. Dus het is beter om het met een hele schroef te doen dan zonder het. Althans, wat te grijpen betreft. Hè. Ik bedoel, laat het nog, ik ga het niet meer doen voor jou. Maar dat was dus een wijze les. Die pakken we eventjes gelijk mee. Zeg, ja, sportman van het jaar, hoe voelt dat? Ja, fantastisch natuurlijk. Ja, ik heb een fantastisch jaar gehad. Ik heb een heel mooi jaar gehad dit jaar. En dat kan nog gewoon gewaardeerd worden door de mede-supporters, dat is wel heel gaaf. 2005 was Jury Velder de wereldkampioen aan de ringen en werd hij sportman van het jaar. In 1956 was de eerste Nederlandse turner sporter van het jaar. Toen hadden we nog niet verschil tussen mannen en vrouwen. Er was Klaas Boten toen tienvoudig Nederlands kampioen. Je bent de derde in de rij van de geschiedenis. Belangrijk. We gaan naar de score. Want kijk, hier komt de score. We gaan eens even kijken. Ja, moet het Epke worden? Moet het echt Epke worden? Hij scoorde Cassina. Cassina had voor de moeilijkheidsgraad 6 punten. En Epke 6,20. En dan komt het op de uitvoering aan. Cassina had 8,5. Epke 9.